En de Suriname-Amerika-Alumni-Associatie heeft vanmorgen in samenwerking met het Vrouwencentrum en UNA Suriname een Book & Toy Drive georganiseerd. Dit is een openbare activiteit waarbij spullen worden verzameld die terug worden gegeven aan de gemeenschap. Ingrid Hill, coördinator van Alumni Suriname, legt uit wat de achterliggende gedachte is van deze Book & Toy Drive. We vragen dus aan de gemeenschap om boeken die ze niet meer lezen, om dat te doneren aan onze associatie, als ook speelgoed. Weet je, sommige mensen hebben nog speelgoed vanuit hun kinderjaren en ze zijn nu al 30 en 40 jaar oud. En dan vragen we ze om dat te doneren aan ons en wij geven het terug aan de gemeenschap met onder andere instellingen, schoolbibliotheken, kinderthuizen, kinderafdelingen van ziekenhuizen, iedereen die dat nodig heeft. Wordt door ons bedacht. We hadden in 2014 al een boekdrive en dat was heel goed gegaan. We hebben een aantal organisaties jammer genoeg niets kunnen schenken. Ondanks het feit dat we ongeveer 15 boeken hebben gehad vanuit de samenleving. Dus we hebben gemeend om weer een boekdrive te organiseren, maar het nu te combineren met een toydrive. Aldo Ingrid Hill, ze geeft verder aan dat de behoefte aan boeken en speelgoed groot is. Vandaar het initiatief om deze activiteit te organiseren.